Er zijn belangrijke mythes over roken. En ik noem er 3. 1 voor 1. Roken helpt tegen stress. Niet dus. Denk aan die nicotinegrafiek. Dat als je 1,5 uur niet rookt, dan daalt de nicotine in je lijf. Daardoor voel je je stressig, onrustig, geagiteerd. En moet je weer roken om die ontwenning tegen te gaan. Waardoor je je minder stressig voelt. Dus eigenlijk rook je steeds tegen de ontwenning in. Roken helpt niet tegen stress. Het geeft alleen maar veel meer stress. Want je krijgt er vaak geldproblemen van. Je gezondheid op de lange termijn. Soms ook al direct op de korte termijn. Je kinderen gaan roken als jij rookt. Je geeft een slecht voorbeeld. Andere mensen, je gordijnen, je hele huis wordt doorrookt. Waardoor het echt minder waard wordt. Daar staan mensen vaak ook niet bij stil. Er zijn ontzettend veel redenen waarom roken juist stress geeft. Het lijkt alleen stress te verminderen, omdat je in een dipje komt met nicotine. Je voelt je stressig en roken lijkt te helpen tegen stress. Daarnaast roken mensen vaak tijdens stressige momenten, waardoor het ook in het hoofd gekoppeld wordt, roken helpt. Tweede is, mythe, minder is al heel goed. Denk weer aan die nicotinegrafiek. Als je mindert, ben je eigenlijk aldoor ontwennend en voel je je heel onprettig. Daarbij blijft de schade van het roken zelfs met 1 sigaret per dag nog bestaan. Waardoor je eigenlijk zowel je minder fijn voelt, omdat je weet het ontwennend bent, en nog steeds schade krijgt. De derde mythe. Als je stopt met roken, vererger je psychische klachten. Dat is dus een mythe. Uit veel onderzoek is gebleken, psychische klachten versterken niet als je stopt met roken. Wel de eerste 2-3 maanden. Daarom zijn jullie extra belangrijk bij het steunen, bij het stopproces. Steun iemand daarbij. Met vallen en opstaan.